Een hele goede middag allemaal. Welkom bij een nieuwe video. Dit betekent niet heel veel doen vandaag. Dat heb je goed gezien. Ik ga wel even de vaatwasser inhalen. Even zakken halen. Zakken? Ja, een stuk zakken. Ik moest dat allemaal eens recht zo erin gaan zitten. Ja, ik weet dat we het gewoon niet hebben. Die hebben we niet zo. Ja. Heb jij een beetje die hebben? Het is vandaag donderdag en ik ben vrij vandaag. Ik ga zo meteen lunchen met Yvonne en Sam. Joey slaapt nog en moet straks werken, maar ik mag even zijn auto lenen. Dus mega chill. Outfitje of the day. Ik heb een flared broek aan. Ik heb gewoon een zwarte top. Flared broek. En sneakers eronder. Ja, ik weet dus niet zo goed wat ik hiervan vind. Goed, ik heb dus gewoon mijn mening over die flared broek. Ik vind het er super leuk uitzien bij anderen. En als ik het aan heb, dan lijk ik op een of andere dansjuf van vroeger. Zo, het is pittig heet deze auto. Jij hebt zojuist
10.000 euro gewonnen. Ja, ik zou ook wel 10.000 euro willen winnen. Oké, jongens, ik ben weer terug. Het was echt super gezellig. En ja, ik ben nu weer thuis. Dus ik ga even de vaatwasser uitruimen. Ik ga een wasje draaien. En een was vouwen. Vanavond, ja, nog niet echt plannen. Joey is waarschijnlijk ook zo meteen thuis, omdat hij eerder klaar is. Dat is wel super gezellig. Ja. Oh, ik heb een nieuwe broek gekocht van Tommy. Ik heb voor het eerst weer even geld uitgegeven voor een broek. Nou, dan valt 60 euro reuze mee eigenlijk. Maar het is wel een hele mooie broek. Het is echt wel een nette broek voor op werk. Dus die ga ik meteen meewassen. En dan kan ik die aan. Ook nog, ja, dit is heel erg. Ik zal even laten zien hoe het toilet er nu uitziet. Het is echt onwijs mooi. Ik vind het echt in ieder geval super vet, het zwart. Alleen nu twijfel ik of ik het plafond ook mee moet pakken. Dus ik heb expres even gewoon de randen gelaten zoals het is. Maar ik denk dat ik dat dus wel wil. Weet je, ik heb besloten. Ik denk dat ik gewoon het plafond mee ga pakken. Dat gaan we volgende week doen. Maar goed, dat dus. Goedemiddag allemaal, ik ben vandaag vrij. Het is inmiddels 6 uur, dus het is al avonds een beetje laat dat ik aan het filmen ben. Maar goed, ik ben vandaag lekker vrij geweest. Ik ben naar de kapper geweest en ik heb mijn wenkbrauw weer laten epileren. Dus die zit weer mooi in het model. En ik heb mijn haar geknipt. En het is echt mega kort. Het komt echt net over mijn schouders. Joey, die wordt niet goed als ik dit in een staart doe, want dan is het echt mega kort. Maar er zit wel weer veel meer model en volume in en nu kan ik het gewoon weer lekker feunen. Dus daar word ik wel blij van. En het groeit toch zo weer aan, maar ja, voor Joey is dit echt heel kort. Daarnaast heb ik dus de planten die bij ons een beetje half dood zijn, heb ik nu in de plantenbakken gedaan. En ik heb dillen geplant. Tenminste, we gaan eens kijken of het werkt, want eigenlijk hoort het in een zak of zo. Maar goed. Dit is nu een soort van het resultaat. Nou, onze palmboom die zit erin. Heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken. En nou ja, daar zit dus ook iets. Maar die plant brak af. Dus ik ben benieuwd of dat nog wat wordt. En voor de rest het olijfboompje hier. KitchenAid is lekker aan het draaien. Ik ga poffertjes eten vanavond. Ik dacht opeens, oh poffertjes, daar heb ik zoveel zin in. Ik heb ook een makkelijke spuitflacon, zoals ik dat altijd noem, gekocht. In de hoop dat het niet zo'n bende wordt. Altijd als poffertjes maken is het één gigantische tyfuszooi op het aanrecht. Dus ik hoop gewoon dat ik hiermee dit even niet heb. En dat ik niet heel de verluisters schoon hoef te maken. Dat lijkt me echt heel gaaf.